Theatermaker Bert Hana is inmiddels 30 en staat, zoals hij zelf zegt, op een keerpunt in zijn leven. En Bert Hana zou Bert Hana niet zijn als hij daar weer een voorstelling van weet te maken. Bert, welkom. 30 en op een keerpunt staan. Is dat een vroege mogelijke midlife crisis of is er iets meer aan de hand? Ik word over anderhalf maand 30 en opeens bespring ik met het gevoel dat ik van alles had moeten doen. En dat er ook allemaal keuzes aankomen en dat, ja, dat schrikt me een beetje af. Ja, midlife, ja, je zou het zo kunnen noemen. Maar wat voor keuzes komen eraan, Bert? Keuzes, wil je samenwonen? Kinderen. Sorry, praat je tegen mij nu? Nou, nee. Dus je denkt er nu over na? Ja, ik ben er nu opeens over na aan het denken. En ik dacht, ik moet misschien te raden gaan bij mensen die me daarin kunnen helpen. Namelijk mijn drie helden van vroeger, mijn drie ooms. Noem even je ooms. Oom Sjaak, oom Lodewijk en oom Guy. Tot nu toe is het een volledig normaal verhaal. Althans, voor jou doen. Bert Hana speelt de voorzitter, die heeft familiebezoek. 20 maart in première in Den Bosch. Maar kijk ook op berthana.nl. Dan kunt u het hele verhaal nog een keer rustig nalezen. Bert Hana? Berthana.nl. Hana. Nee, gewoon Hana. Bert Hana. Dank je wel.